De Keukenkampioendivisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. Alleen Eindhoven en de Graafschap wonnen van Go Ahead Eagles. Dat is al lang ongeslagen. Is 30 augustus voor het laatst verloor. En nu op dit avondje NAC ook een aardig schot in huis heeft. Martijn Berden is degene die hier voor de eerste keer Nick Olij kan testen. Niet veel mogelijkheden in deze wedstrijd. In een volgepakt Breda en weer een mogelijkheid voor Go Ahead Eagles. Nu voor deze Ngombo, de Belgische spits in Deventer dienst. 0-0 bij rust aan de tweede helft. Hier weer die Ngombo. Gevaarlijke jongen toch? In het verleden spelend voor Roda. Nu de targetman eigenlijk van het elftal van Jack de Gier. Dan hier Dogan, want die mag weer spelen. En deze gaat voorlangs. Mag weer spelen omdat hij helemaal fit is. Dat geldt ook voor Verschuren, die terug is van een schorsing. Van Anholt speelt overigens op de linksbackpositie. Schouten is de rechtsachter en die is hier in de achtervolging op Ngombo, die heel hard kan lopen. Bal gaat langs Navratil, maar daar is het Amerikaanse doelpunt van Corbos. Mel Corbos met de 1-0 voor Go Ahead Eagles. Hij heeft alle tijd, alle gelegenheid en laat Olij dan kansloos. En zo komt Go Ahead Eagles, dat het dus toch heel goed doet op een 1-0 voorsprong. Dit is diezelfde Corbos. Ja, en die laat Dogan struikelen. En dan kent Allard Lindhout geen twijfel. Legt hij de bal op 11 meter. En hier is Ivan Ilic. En die schiet onberispelijk binnen. En zo doet NAC dus weer iets terug. NAC dat een bekeroverwinning had deze week. Twee keer verloren al in deze periode. En nu gewoon een overwinning wil. En dus voor eigen publiek op jacht gaat naar weer een treffer. Maar wie moet dat doelpunt maken? Hier is Dogan. De redding half van Verhulst. Maar wel goed en de verdedigers doen dan de rest. Dogan, die zo goed begon, maar lang geblesseerd is geweest. Waardoor NAC niet vol van hem heeft kunnen profiteren. Dit is nog een invaller. Alexander Panning, aardig schot, maar het blijft 1-1.